jongens en meisjes. Wat ontzettend leuk om zoveel jonge, enthousiaste mensen hier in het gemeentehuis te zien. En jullie mogen dadelijk ook enthousiast rond gaan lopen om te kijken welke stages dat hier allemaal aangeboden worden. Want jullie zijn hier natuurlijk voor de maatschappelijke stage die de komende tijd moeten gaan lopen. Om je opleiding op het Dokkermond helemaal goed af te kunnen ronden straks. Een ontzettend leuke klus denk ik. Je kunt vandaag hier in het gemeentehuis een heleboel organisaties zien die hartstikke actief zijn op een hartstikke goede manier binnen onze gemeente. En ik denk dat het heel erg leuk kan zijn om daar ongeveer 30 uur straks mee te gaan draaien om ze een handje te helpen met alle leuke en goede dingen die ze doen. En ik denk dat het voor jullie daardoor heel erg leuk is om te zien wat er dan allemaal gebeurt en daar echt even een kijkje in de keuken te kunnen gaan nemen. Nou, het varieert enorm van de KPJ tot politieke partijen, tot zorgorganisaties, de ZLTO, Stichting Welzijn en Ondersteuning zie ik, kinderopvang. Ga maar door, dus er zijn echt ontzettend veel leuke klussen te doen. Ja, en stiekem hopen wij natuurlijk dat jullie het zo leuk vinden dat je daarna zegt van nou, misschien wil ik bij die club nog wel een beetje extra blijven helpen, ook daarna. Nou, jullie staan natuurlijk allemaal geweldig te trappelen om te zien wat er allemaal is. Jullie kunnen hier stickers en formulieren halen, zodat we straks precies weten welke maatschappelijke stage jullie gaan doen. Ik wens jullie voor vanmiddag heel veel plezier en succes met zoeken. En straks als je ook echt aan de stage begint, heel veel plezier en ook vooral heel veel lol met het uitvoeren van je stage. Succes! Maatschappelijke stage. Waarom gaan onze leerlingen maatschappelijke stage lopen? Is een paar jaar geleden bedacht door onze vorige regering. Die zeiden van kinderen moeten ook een beetje kennis maken met onze maatschappij. Nou, zodoende is bedacht dat scholen dat gaan begeleiden. En dat doen wij dus. Dat onze leerlingen gedurende een schooljaar 30 uur stage gaan lopen bij een vereniging of bij een organisatie die verder niet als doel hebben om winst of geld te verdienen. Leerlingen kunnen op deze manier dus gaan ontdekken wat vrijwilligerswerk is. Bij verschillende organisaties, bij verschillende verenigingen. En ik moet zeggen, de ervaringen van de afgelopen 2 jaar is dat leerlingen dat met erg veel enthousiasme doen over het algemeen genomen. In het begin vinden ze het heel moeilijk om te kijken van, wat vinden wij nou leuk om te gaan doen en waar kunnen we dat doen? Dus komen heel snel al bij baantjes terecht waar ze al werken. Maar de bedoeling is echt bij je sportvereniging of bij een oudere organisatie of vrijwilligersorganisatie om daar dus stage te lopen. Nou, en daar zijn tot nu toe hele enthousiaste reacties over. Jongens, we zitten hier in het gemeentehuis. Jij bent? Ralf. En jij bent? Noah. Oké, kun jij even vertellen, Noah, wat je hier aan het doen bent? Ik ben een stage aan het zoeken voor mijn maatschappelijke stage voor school. En jij zit in welke klas? MK2F. MK2F. En jij, heb je al wat gevonden? Ja, ik heb al wat gevonden. Ik heb bij Harry Bakker moet ik eten maken voor oudere mensen in Lage Zwaluwe. En jij komt uit Ter Heide? Ja. Dus je gaat naar Lage Zwaluwe? Waarom ga je dat doen? Omdat ik het leuk vind om te koken. Jij vindt koken leuk. Wat ging jij precies doen? Ik ga naar een kinderdagverblijf, omdat mijn moeder daar werkt. En ik ging soms ook wel eens mee. Ik vind het wel leuk ook, met kleine kinderen. Weet je dan wat je daar gaat doen? Ik moet de baby's flesjes geven en zorgen dat ze stil blijven. Nou jongens, ik ga jullie heel veel succes wensen. Jullie hebben je eerste klus er al op zitten. Het kiezen van een stage. Oké? Bedankt.
ben Claudia Leijs. Ik ben van KKC Sport en Spel, een hondenschool in Maden. We bestaan ongeveer 8 jaar. En we richten ons vooral op een aantal hondensporten, zoals dog frisbee, obedience, behendigheid en combisport. En we zijn ook bezig om dogdance op te zetten. De reden dat wij stagiaires hebben op deze hondenschool is dat wij vorig jaar grote wedstrijden zijn organiseren. En onze hondenschool bestaat maar uit 5 trainers, dus ik heb heel veel vrijwilligers nodig. Ik heb contact opgenomen met het Dongermond College, met meneer Pieter Mineur. En hij vertelde dat er wel leerlingen waren die dat leuk zouden vinden. En zodoende zijn wij in het stagebestand gekomen van het Dongermond College. Onlangs was er een stagemarkt in het gemeentehuis. En ja, daar hebben we een aantal leerlingen gesproken die graag bij ons stage wilden lopen. We hebben ongeveer plaats voor 12 stagiaires. 6 vaste stagiaires die wekelijks komen helpen. Die komen niet tegelijkertijd, maar een aantal weken. En dan bieden we weer plaats voor een ander. En daarnaast hebben we dan ook nog 6 stageplaatsen voor wedstrijden. Dat zijn dan dagstageplaatsen van een uur of 6 of 7. Suzanne is er één van. En Suzanne die loopt nu een week of 5 stage bij ons. En ja, helpt met de lessen en met de voorbereidingen van de lessen. En misschien dat je er zelf wat over kan vertellen. Nou, ik vind het hier erg leuk. Ik heb hier al veel met de honden gedaan. Zoals iets met doekjes, dat ze dingen moeten pakken met de geur. En het tweede uur mag ik altijd meehelpen met wat ze met de honden doen. Dan mag ik meehelpen en dat vind ik erg leuk. Dat doet ze ook erg leuk, moet ik zeggen. Maatschappelijke stage is natuurlijk meer dan alleen maar een leerling in je team opnemen. Je probeert dat ze er wel wat van leren. En ja, met die leeftijd heb je natuurlijk nog niet heel veel werkervaring. En wij willen eigenlijk de leerlingen bijbrengen dat het heel erg leuk is om stage te lopen of straks een baan te hebben. En dat je er zelf ook iets van moet maken. Dat je op een stoel kan zitten en dan gaat de tijd voorbij en dan heb je nog niks geleerd van je stage. Maar als je wat actiever bent en je stelt vragen, dan krijg je daar een hoop voor terug. En wij hopen eigenlijk dat de school ons stagebedrijf ook als een meerwaarde ziet voor hun school. En dat we in de toekomst nog een leuke samenwerking kunnen aanhouden. Ja.